Hallo, ik ga opgave 112 uitleggen. Ik heb hier de, is van hoofdstuk 20 over de wetten van Kirchhoff. Ik heb hier de versie 12 uit de negende druk en dan de Amerikaanse versie. Je hebt waarschijnlijk de International Student Version, dus het kan zijn dat de gegevens wat afwijken. Maar de manier van oplossen is verder hetzelfde. We hebben hier een kringetje met twee spanningsbronnen, waarvan er eentje onbekend is. En er zijn vier weerstanden van de stroom door twee weerstanden bekend is. Deze wordt gezocht, deze stroom weten we niet. Nou, deze gaan we zoals beloofd oplossen met de wetten van Kirchhoff. En dat betekent dat we gebruik gaan maken van de loop rule en de junction rule. Nou, eerst maar eens even de schakeling wat verder bekijken. Er mist nog een stroom en er missen ook wat namen. Nou, laat ik dit stroom 1 noemen en laat ik dit nummer 2 noemen. En we zien ook dat hier stroom 3 loopt. We kunnen niet echt zien welke kant hij op loopt, maar aangezien hier een batterij is met 24,0 volt die kant op werkt, ga ik ervan uit, neem ik de gok dat de stroom die kant op is. We gaan later ook zien of dat ook zo is, of dat ik verkeerd gegokt heb. Nou, dan kunnen we, als we de stroom hebben, kunnen we de junction rule gaan toepassen. En daarvoor laten we eens kijken naar deze junction hier zo. En dan zien we dat daar van onderen aankomt I2. Dat die samen komt met I3 en dat wordt I1. Dus I1 is even groot als de som van I2 en I3. Dan gaan we naar de loop rules kijken. En dan moeten we natuurlijk de verschillende loops in oogenschouw nemen. Is maar eens de loop rule van de buitenste kring. En bij die rules mag je dus doen alsof de rest er allemaal niet is. Nou, eerst maar eens even de kring natekenen. We hebben hier zo, hier een weerstand. Je merkt op dat ik gewend ben om juist het vierkantje of het rechthoekje te gebruiken voor weerstand. En het boek daar de zigzag voor neemt. Nou, allebei is toegestaan. Betekent echt hetzelfde. Zo, de buitenste kring. En we tekenen de rest dus niet. Wel teken ik hier even die junctions, omdat we te maken hebben met verschillende stromen. En anders zou het net lijken alsof I2 volledig overgaat in I1. Dat is natuurlijk niet zo. En hier weer I1 en I2. Nou, we hebben nog wat waarden. Dit is 4,00 ohm. En dit is 8,00 ohm. En dit is 2,00 ohm. En we weten I1. Die is 3,00 ampère. Het lijkt misschien wat omslachtig om alles weer opnieuw te tekenen, maar dit helpt wel met het begrip. Nou, wat kunnen we dan, wat moeten we dan nog meer doen? We moeten kijken waar gaat de stroom of de spanning omhoog en waar gaat de spanning naar beneden. Nou, die spanningsbron die is al gelabeld met een plus en een min, dus hier gaat hij van min naar plus. En ik kies deze richting omdat de stroom in deze richting is. Dus goed om even toe te voegen. Dit
is zo de richting. Dan gaat hier, hebben we de stroom, loopt deze kant op, van links naar rechts, dus die spanning vervalt hier, of die vervalt, die valt naar beneden. En hier ook. Eigenlijk is dit een serieschakeling en zou je die 4 en die 8 ohm gewoon bij elkaar op kunnen tellen. Maar ik doe het nu maar gewoon even op de kleine stapjes manier. Hier is de stroom ook die kant op, dus hier vervalt de spanning naar beneden. Dus aan de ene kant hebben we de spanningsbron. En die heeft nog geen naam. Laten we die U1 noemen. En dan kunnen we zeggen de spanningsbron 1, die spanning is gelijk aan I1 maal die weerstand van 4,00 plus I1 maal de weerstand van 8,00 plus I2 maal, maal 2,00. En dit kunnen we wat vereenvoudigen. U1 is, nou die I1 dat is 3. 3 keer 4 is 12. 3 keer 8 is 24. 12 plus 24 is 36. Plus, en ik laat nu de significantie tussendoor even achterwege. 2I2. Oké, okay. Nou misschien hebben we dat wel nodig straks. Dan de loop rule gaan we de loop rule nog een keer gebruiken. Want hier kunnen we verder niks in oplossen. We weten U1 niet en we weten I2 niet. Dus we zijn er nog niet. Dan gaan we naar de loop rule voor de, even kijken wat had ik gedaan, de bovenste kring. Dus gaan we nogmaals die bovenste kring natekenen. Dus, even zien. Loop rule. Bovenste kring. Nou, wat hebben we? Hop, hier zo 8 ohm. Eerst 4, dan 8 ohm. Hop. En dan hier een spanningsbron die wel gegeven is. Hieronder gaan we niet naar kijken, maar is er wel. Hier weer een weerstand. En ook hier een stukje dat we niet verder buiten beschouwing laten. We hebben hier I3 en we hebben hier te maken met I1. En dat was 3,00 ampère. Verder waren de weerstanden zijn allemaal bekend. Dit was 4,00 ohm. Dit is 8,00 ohm. En deze is 6,00 ohm. Dus dit is de bovenste loop rule. Ik moet weer een richting kiezen. En ik neem weer met de klok mee als richting. Dus dan moet ik weer plusjes en minnetjes gaan zetten. De plusjes die hebben niet zozeer te maken met de keuze van de richting waarin ik ga kijken. Maar met of de stroom mee of tegen inloopt. Nou, hier gaat I3 gaat mee. Hier gaat I1 mee. Dus is er weer verlies van spanning. En hier ook. Dus als ik die gele pijl andersom had getekend, waren die plusjes en minnetjes bij de weerstanden, waren die dan omgedraaid of waren die dan hetzelfde als nu? Hetzelfde. De keuze van de plusjes en de minnetjes bij de weerstanden, die zijn afhankelijk van de keuze van de richting van de stroom die we er doorheen tekenen. Dus als ik hem zeg, I3 hier heb ik bijvoorbeeld gekozen. Als ik I3 die kant op neem, dan moet ik hier een plusje neer zetten en hier een minnetje. Als ik I3 de andere kant op had gekozen, dan had ik hier een plusje neer moeten zetten en aan de andere kant een minnetje. Goed, nu kunnen we de regel gaan opschrijven. Wat we nog kunnen toevoegen is dat dit 24,02
volt is, dan kunnen we zeggen, nou, deze gaat omhoog, die andere drie gaan naar beneden. Dus 24,0 is gelijk aan, nou, wat gaat er naar beneden? Eerst I3 keer 6,0, dan I1 keer 4,0 plus I1 keer 8,0. Nou, die I1 keer 4,0 en I1 keer 8,0 hebben we eerder al uitgerekend. Daar komt 36 uit. En de I1 die is bekend. Dat is 3,00 ampère. Dus dit is 36. 6I3 plus 36 is 24. Nou, om I3 nou te vinden, dat kunnen we meteen vinden, want er is verder, de rest is allemaal bekend. Hoeven we alleen maar deze 36 naar de andere kant te halen. Hier 36 van aftrekken, dat betekent dat ik ook hier 36 van af moet trekken. Dit was een positief getal, dus dan krijgen we hier min 12 is 6 I3, dus I3 die wordt iets negatiefs. Nou, kunnen we beide kanten delen door 6. Mogen we hem hier wegstrepen. En dan hebben we I3 is min 12 gedeeld door 6 is min 2,00 ampère. En dat betekent dat ik dus de richting voor I3 eigenlijk verkeerd om heb gekozen. Verder niet erg, maar we weten dat de stroom daar dus de andere kant op gaat. En dus ook dat er stroom de batterij ingaat. Ja, dus die batterij die duwt de andere kant op, maar de tegendruk is zo groot dat het toch de andere kant op stroomt. Oké, dus dit is een, dit is nog niet het waarnaar gevraagd wordt, maar het is wel een belangrijke bevinding. We weten nou namelijk I3 en we hadden de junction rule al eerder weten dat I3 is min 2,00 en we weten dat I1 gelijk is aan 3,00, dus we kunnen zeggen I2 is 3,0 plus 2,0 of 3,0 is I2 min 2,0. Dus wat vinden we nu? I2 is 3,0 plus 2,0 is 5,000 ampère. Goed. Nou, dan kunnen we hebben we dus het eerste antwoord gegeven. Hè? Find the current through the 2,00 resistor. Deze hebben we gevonden. Dat is deze waarde hier zo. Dan hebben we nog nodig de spanningsbron hier zo. En die kunnen we vinden door de loop rule nog één keer toe te passen. Misschien kan je het inmiddels sneller. Je kan bijvoorbeeld beredeneren. Dit is 3 keer 4 plus 3 keer 8. Dat was 36. 36 volt hier zo. Nou, 5 ampère keer 2 is 10. 36 plus 10 is 46 volt, dus ik verwacht dat er 46 volt uitkomt. Nou, als je dat niet hebt kunnen volgen, niks aan de hand. We gaan gewoon de loop rule nog een keer toepassen. We hoeven hem niet eens nog een keer toe te passen. Ha! We hadden dit al gedaan, die buitenste kring. We gaan gewoon wat invullen in die buitenste kring. We wisten namelijk U1 is 36 plus 2I2. Nou, kunnen we doen. Is 36 plus 2. I2 hadden we gewonnen, is 5,0 keer 5,00 is, nou, 36 plus 10 is inderdaad, zoals ik net al zei, 46,0 volt. En daarmee hebben we beide delen van de vraag beantwoord. Toch?
Voltage V of the battery to the left of this resistor. Gevonden. Nou, dat was het. Hartstikke leuk. Doei!